Volendam is Tamara zonder verdere ongelukken aangekomen. Ze gaat met haar kids iedere dag wel even langs bij Bappie en oma Meri. Bappie is geen onbekend gezicht, maar Jan Tuyp. Een van de oprichters en voormalig bassist van de Volendamse succesgroep BZN. En vooral trotse paterfamilias van de hele Tuyp-clan. Hier zitten we altijd op zondag met z'n allen. Met de hele family. En de kinderen, er is een speciaal kinderruimte. Ingericht met computertjes en televisie, daar kunnen ze dan... De kinderkamer is al aan het einde. Dus wij zitten dan, we kunnen de tafel nog uitrekken, naar 5,5 meter. We kunnen weer met 26 man zitten. Maar wij zitten dan met de volwassenen meestal hier. En de kleinkinderen zitten daar achter in de kleinkinderkamer. Ja, altijd top. Echt gezellig. En Meri zorgt dan voor de lekkere happies en Jan voor de lekkere wijnen. Altijd top wijnen. Ik drink daar altijd liters van op. Voor Tamara was Sander een dubbel lot uit de loterij. Een fantastische vent en ook nog eens een supermuzikale schoonvader. Het was hier natuurlijk een en al muziek thuis. En Tamara die was ook, heel leven was muziek en muziek en zingen en nog eens zingen. Dus dat paste wel goed bij elkaar en we hebben altijd wel plezier gehad van de carrière van Tamara. Dat is altijd wel leuk geweest. Ik heb nou laatst nog aan Jan gevraagd of hij een tekst wil schrijven op een heel apart liedje wat ik heb gevonden. En daar zou hij een tekst op schrijven, heeft hij beloofd. Als we thuis zijn. Ja, maar ze zijn zo vaak op vakantie. Dat liedje moet nog even op zich laten wachten. Papi heeft het veel te druk en haar Sander heeft helaas niet het schrijftalent van zijn pa.